De Franse ambassade van Suriname heeft in het kader van een business meeting voor entrepreneurs in Suriname een happy hour with Frans georganiseerd. De ambassade heeft daarbij een uitwisseling in elkaar gezet waarbij aanwezigen vragen konden stellen over het internationaal en regionaal kader over corruptie en integriteit in zaken doen. Daarbij kregen de aanwezigen een presentatie van Lea Breton, waarnemend hoofd van de International Action French Anti-Corruption Agency. Breton legt uit wat de samenwerking is tussen Suriname en de Fransen. There is an international convention of the United Nations that both France and Suriname are a state party. And we are conducting in this framework, but also in a more bilateral way, technical cooperation together. So last year we came, a team from France in Suriname, to do an exploratory mission to better understand what are the common points and the differences between our two countries and how we could coordinate better and do some training and exchange of what we call good practices. So during the time that has happened from last year and now, we've been working together with the Embassy of France, the Ministry of Justice of Suriname, and the Anti-Corruption Commission of Suriname as well, to tailor this seminar. And this week we are here for the seminar that is happening. It's a 4-day seminar. It's been two first day with most of the administration of Suriname involved in the fight against corruption. De Franse ambassade wil dat met zulke evenementen de Surinaamse gemeenschap meer te weten komt over de verschillende aspecten van samenwerking tussen Suriname en de Fransen.